We zijn klaar voor een nieuwe week. Nog steeds op Koh Samet, weet ik hoe je het uitspreekt. Nee, je spreekt wel met dialect uit. Nou, ik ben helemaal ingeburgerd na een week. Het gaat weer hartstikke hard. We zijn net met de scooter dit mega onverharde pad afgekomen. Kijk jongens, zo komen we nog eens ergens. Hoe leuk, ik zie daar in de verte de zee al. En een heel, volgens mij een heel idyllisch strandje. Leuk is het, open keuken. Ja. Ah, we hebben gewoon weer een slang, jongens. Het heeft ook een andere kleur. Python. Is de python? Is die poison? No. No, no poison. Oh, oké. Sleeping. Die is sleeping. Nou, het is dus een baby python, een baby python. Niet gevaarlijk. Ja, hij zei, zal ik hem de jungle insturen? Nou ja, laat hem maar zitten. Als het niet giftig is of gevaarlijk, dan kan hij daar prima zitten. Nou, onze vriend de python die zit er nog steeds en er is nu een gekko naast gaan zitten. Die zaten net heel dicht bij elkaar. Je ziet nu ook de kop van de slang. Ik kan niet verder inzoomen, maar nou, als hij maar daar blijft zitten vannacht vind ik het allemaal best. De bananenbar, maar ik zit te wachten op een showtje. Maar... Ik ga jij zo meteen geven. We zitten dus gewoon in een winkeltje. Dan kan je ook gewoon eten. Leuk. Dan gaan we weer. Bye bye Koh Samet. Op naar de volgende plek. Oké, dan gaan we op de boot naar Koh Chang. Hoe heet jij? Dit is onze naam in het Thais, of niet? Ja, staat er een kutje op. Kutje. Wat staat er bij jou dan? Pikkie. Pikkie. Relax, nou, dit kan de taxichauffeur ons vinden aan de andere kant. Nou, mooi hoe dat hier allemaal op staat. Gelukkig zit er een ketting achter. Ja, het blijft vast goed staan. Ik heb het volgens mij nog nooit zo heet gehad. Stroomt. We dachten we gaan achterin zitten, dat is een goed idee. Maar hier heb je dus geen wind. Wat bier nodig. Ja, dat sowieso. Dat is één ding wat zeker is. We zijn er bijna gelukkig. Het is 10 uur in de ochtend, dus we hebben echt bier nodig. Nou, het is 1:30. Dat moet kunnen. Kan gewoon. Nou, dit is onze nieuwe onderkomen. Haar bed. Gewoon een hotel. Met ontbijt. Ook best wel even fijn. Dat je niet elke keer de deur uit moet. En niet vergeten. En? De tv. Oh, tv. Die is gelijk aanzetten als we binnenkomen. Ja. Dat is belangrijk. Dus het nieuws kan volgen hier in Thailand. Zeker. Wij spreken vloeiend Thais. Absoluut. Namelijk inmiddels. Vloeibaar. Ze hebben ons een kamer met poolview gegeven. Het is echt wel hilarisch. We weten dus nog steeds niet waarom, maar we staan in de macro nog steeds. We zaten te kijken naar biertjes, maar we vroegen dus iets aan een jongen. Hij heeft, heb je ook kleine flesjes? Toen wees hij ons op een bordje dat ze dus tussen... Ze mogen alleen alcohol verkopen tussen 11 en 2 en tussen 5 en sluitingstijd. Logisch toch? Het is 4:10, dus we mogen geen alcohol kopen nu. Maar... Het is toch super logisch? Ja, ik vind het terecht. Ja, ik vind het ook helemaal zeer terecht. Ja, echt. Helemaal terecht. Wat was dat? Ja, geen idee. Lijkt wel een cirkelzaag. Ja, nou ja. Geen papierzaag meer. Fijn. Fijn. We wilden graag apen zien en hier zijn ze! Ah, leuk! Oh ja, kijk nou! Een openluchttoilet. Hilarisch! We hebben deze ook nog, kijk! Zo gewoon naar binnen. Hier is het plat. Echt heel leuk. Nou, was leuk, we waren net bij een koffietentje en Frans heeft daar dus geleerd een backflip te maken. Echt super makkelijk. Hij gaat het nu de kinderen laten zien. Wij gaan achter hem staan om hem op te vangen. Even opwarmen. Hoor je hem knakken? Gaat dat goed met die handdoek om? Ja, dat gaat wel goed. Ja? Ik kan mijn benen zo. Oké. Daar gaat hij, hè? Ik wist het. Nou, daar gaan we. We gaan kanoën. Jee, we zitten in de kano. Jee. Hè? Jee. Perfect. Perfect. Dit is een heel erg tropisch eilandje waar we heen kunnen zo meteen. Dus we gaan even kijken of we daar op kunnen. Ja, super mooi eilandje, maar ja, je moet ook weer betalen om erop te gaan. Dus ja, ik weet niet of we dat gaan doen. Ik denk dat we maar gewoon even verder kanoën en teruggaan en ergens anders een strandje opzoeken. We gaan het mangrovenbos in kanoën. Althans, Maas kanoët en ik film. En Maas? Goed bezig! Slavendrijven. Slavendrijven. Zeker. Nou, week 2 zit er alweer op. Het is weer zondag. Vandaag heerlijk lekker gekanoot en we zijn helemaal lekker bek af. Nou, volgens mij komen we steeds meer in het ritme. Ik heb wel echt vakantiegevoel. Ja. Kinderen gaan wel relaxed. Je stinkt wel een knoflook. Ja, dat kan ik heel lekker op papaya salade gegeten vanmiddag. Lekker, lekker. Nee, ja, vooralsnog, we zitten op Koh Chang nog. Over een paar dagjes nog een eilandje. En dan komende week gaan we al richting land 2 naar Cambodja. Nee, dus dan naar Koh Koot. Zeg ik, nog een ander eilandje. Ja, nog een ander eilandje, ja. En halverwege de week naar Cambodja. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik Cambodja. Ook. Geniet in ieder geval optimaal en 2 weken lekker vakantie gevierd dus. En morgen gaan we beginnen met het schoolwerk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Komt vast goed. Komt vast goed. Dus dat is net zo goed doen als ik vroeger dan... We helemaal niks te doen. Klasse. Nee. Maar goed, als jullie nog steeds met ons meereizen, dan zien we jullie volgende week weer gezellig. Ja. Ja? Ja. Doei!